volgens mij als we dadelijk weer... Ah, we zijn live. We doen even geen handen schudden. Want we moeten het goede voorbeeld geven. In verband met het coronavirus. En niet alleen met het voorbeeld geven. Hey, bijzondere podcast vandaag. Welkom, Tom Hendricks. Mr. Food. Ja, ik zeg bijzondere podcast. Dit is een podcast uit Heerlen van de Molenberg. En vandaag heb ik gewoon iemand van Heerlen van de Molenberg op mijn podcast. En ook nog eens iemand die succesvol is. Een succesvol bedrijf. En daar gaan we dadelijk over hebben. En hoe heet het? Ja, het was daarvoor. Is het niet altijd even makkelijk geweest? Gaan we het ook nog even over hebben. En daarom vind ik het zo bijzonder. En heb ik jou gevraagd. Want ik hou altijd van fucking succesvolle verhalen. En zeker als je leven zoals dat van mij fucked up is geweest. En daarom wilde ik jou uitnodigen, man. Tom Hendricks, Mr. Food, welkom. Leuk. Top dat je er bent, man. Dankjewel, heel leuk. Ja. Ja. We hebben het al. Van de Molenberg ben jij, Heerlen. Je bent geboren en getogen van de Molenberg. Hè? Ja, zeker. Mijn naam is Tom Hendricks. Ja. Ik ben geboren en getogen op Molenberg. Ik heb daarna meerdere plaatsen al bezocht om te wonen. Dus ik ben nooit standvastig geweest in waar ik bleef wonen. Nou, dat doe ik de laatste 10 jaar wel. Aangezien ik op Heerlenbaan woon tegenwoordig met mijn vrouw en mijn kinderen. En ik heb een bedrijf liggen in Valkenburg. En waarom in Valkenburg? Nou, omdat Nederland maar een kutklein landje is. En je kunt overal naartoe rijden. Dus ik beperk me niet tot daar waar ik woon. En ik heb mijn bedrijf als het ware in Valkenburg zitten. Zodoende. En wat heb ik voor bedrijf? Nou, ik val onder de groothandels in levensmiddelen. Dat wil zeggen dat ik dus eigenlijk eten produceer in grotere getalen. En die brengen we eigenlijk aan de man bij de ondernemer. Maar ook exclusief bij de ondernemer. Ik lever dus niet eigenlijk aan particulieren, zodat ik mijn klanten, de ondernemers eigenlijk als bedrijf zijnde, exclusieve tijd kan garanderen met hun product. Omdat het is namelijk natuurlijk zo in Nederland, op het moment dat jij naar de groothandel gaat, en daar komen eigenlijk alleen maar bedrijven, CQ bedrijven. Nou, op de zaterdag als je daar naartoe gaat, dan zie je alle particulieren toch rondlopen. En op het moment dat die een product hebben gegeten bij klanten van mij, en die zien dat liggen in de groothandel, kunnen ze dat daar gaan kopen. En gaan ze dus niet terug bij mijn klanten, de ondernemer. Dus zodoende liggen mijn producten ook niet bij de groothandel. En lever ik rechtstreeks uit aan de ondernemer eigenlijk. Dat is eigenlijk het insteek wat ik heb over het eten, wat ik eigenlijk dan probeer te doen voor mijn klanten. En jij zegt exclusiviteit voor de ondernemer zelf. Jij levert zelf aan de ondernemer. Ik kan me voorstellen dat je dan hou je de lijnen ook kort. En is het meer hands-on en goed contact. Eigenlijk persoonlijk contact, omdat er geen schakels tussen zitten. Nee, dus, precies zoals je het zegt. Dat klopt ook. Het is namelijk zo, kijk, wij produceren natuurlijk het eten op de zaak. Daarnaast hebben de mensen alleen maar contact met mij. Niet met een medewerker van mij of zo. Nee, dat doe ik allemaal zelf. Ik neem daar de bestellingen zelf op. Ik breng het zelf weg. Ik doe mijn eigen inkoop, mijn eigen administratie, reclame, noem maar op. Het zit allemaal onder mijn eigen dokje eigenlijk in. En daarvoor heb je het ook best wel vrij druk. Omdat je natuurlijk, je kunt voor iedereen wel iemand aannemen. Maar dan ben je zo blut en dan kun je meteen weer ophouden. Dus zodoende doe ik het allemaal zelf. En is de lijn met mij ook heel direct en kort. Zodat elke week kom ik bij mijn klanten en kunnen ze vragen stellen. Kunnen ze informatie inwinnen die wat ze nodig hebben over producten, bestaande producten, maar ook nieuwe producten. En zodoende probeer ik het ook heel kort te houden. Nou, dus dat onderscheidt jou eigenlijk wel een beetje, jouw Mr. Food van de andere ondernemers een beetje. Ja, uit het, ja. Het is zo, om een vergelijkbaar voorbeeld te noemen. Ik ben eigenlijk een slagerij zonder winkel. En ik maak dat wat slagerijen maken, maken wij ook. Alleen ik lever dan direct aan bedrijven. En ik heb geen winkel, ik lever niet particulieren. En zodoende probeer ik dat ook dan exclusief te houden in zoverre dat ik iedereen kan behelpen. Ja, de zaak in Valkenburg op de Emmaberg. Ik ben daar geweest, we hebben veel lol gehad. Ik heb een keer producten mogen proeven. Ik begrijp al gelijk als jij zegt van directe korte lijnen, weet je. Ik heb ook gemerkt jouw persoonlijke touch wat je daarmee hebt, weet je. Ik voelde me zo heerlijk op mijn gemak daar. Jongen, ga zitten. We hadden wat producten gemaakt. Ja, heerlijk. Een nieuw product, dan kunnen we straks nog wel wat producten laten zien. Dat klopt, ja. Dus dat was echt tof. Misschien dat Michel, ik heb daar een foto van genomen. Mag ik een foto maken? Want je hebt ook wat mensen, helpen je uit. Ja, twee mensen in dienst. Ja. Daarnaast doe ik het werk natuurlijk met die twee mensen. En mijn vrouw die werkt soms ook mee. En daarmee proberen wij te bolwerken.
Dus dat wil zeggen, je hebt ja, wel wat flink uren erin zitten om eruit te halen wat je moet hebben om normaal te kunnen leven eigenlijk. Als ik, naar het proces ga, want ik heb jullie bezig gezien, dan is het, mensen komen terecht via mond op mond of via reclame bij jou... bij jouw site of bij jouw bedrijf. Oké, die nemen contact met jou op. Dat is een ondernemer. Ja. Ik heb dit en dit en dit. Ik heb dan een feest. Ik wil deze producten van jou. Ja. Dan ga jij die producten maken. Ja, want sommige dingen heb je op voorhand, maar andere maak je echt vers. Dat heb ik gezien. Dat smaakt ook super lekker. En vanaf dat moment, dus als het gemaakt is... Dus dat doe je ook nog. Dus je neemt zelf de opdracht aan. Ja. Je gaat het zelf maken met je mensen. En daarna ga je het zelf brengen. En als het moet, dan gaan we nu nog zelf op de borden scheppen bij de mensen, als het moet, bij wijze van spreken. Want ik help natuurlijk de ondernemers in zoverre zoals ze me nodig hebben. Dat wil zeggen, ik maak het wel, daarvan krijgen ze ook een uitleg. En kan ik ze daarin ondersteunen, in zoverre ze het eigenlijk ook nodig hebben. Want iedereen heeft zijn eigen personeel. Mm-hmm. Maar ze hebben niet allemaal de vakkennis die je als bedrijf zijnde, die de producten maakt, in huis hebben. Precies, het is niet dat jij frikandellen of... Nee. Dat wil ik even duidelijk hebben. Inkoop bij de Sligro en dan weer voor doorverkoop. Nee. Jouw producten zijn zelf gemaakt, eigen keuken, je eigen recept laat het... Het is zelfs zo dat al mijn producten... op een productenlijst staan. Die zullen we straks even posten, denk ik, ook wel erbij. Kunnen we wel erbij laten zien. Ja, dat moet ik zeggen. En die maken we allemaal zelf. Maar pak Tom eens een... Ik heb voor 100% al mijn producten maken wij zelf. En verkopen wij eigenlijk aan de klant. Want op het moment dat ik een half fabrikaat zou gaan kopen... Dus bij als de, we die, ja, vertel me door, Tom. Als je die foto erbij... Ja? En ik ga bij de groothandel een product kopen en ik ga die ompakken en verkopen, sta ik er niet achter en zal ik dat product ook niet gaan verkopen. Dus zodoende heb ik altijd besloten om alles wat ik verkoop, komt uit mijn eigen handen, zijn mijn eigen recepturen en kan ook niemand anders dat zomaar namaken. Nee, precies, maar daarom begrijp ik ook dat je de lijnen kort had. Want stel voor, je maakt die opdracht, neem je al binnen... je maakt dat product met alle ziel en zaligheid. Er wordt bereid hoe jij het wilt. En als je dan niet ziet wat in de tussentijd, als iemand anders dat gaat leveren, wat ermee gebeurt, kan van alles mee gebeuren. Klopt. Dus dat mij als klant zou dat een fijn, geeft dat een fijn gevoel van hey, het is helemaal door Mr. Food, van Mr. Food tot aan mijn deur. Maar zoals jij nu al aangeeft dat het een fijn gevoel geeft, werkt dat ook bij die mensen zo, bij die ondernemers. Ja, het zijn allemaal mensen die zich proberen wat op te bouwen en daar een leuke uitbreiding te geven door bij verschillende bedrijven hun producten te kunnen kopen. En op het moment dat je je eigen product hebt, zo werkt zoals ik dat doe, kopen ze eigenlijk de producten rechtstreeks van mij, maar ook met de bewoording die ik erbij heb. De uitleg die ik kan geven en ook de verkooppraatjes die ze erbij horen. Want ook die hebben ze nodig. Het is niet alleen dat de restaurants die het op de kaart hebben staan en het lekker aan de man kunnen brengen, maar vooral bij de snackbars, de cafetariawereld. Daar heb ik ook een hele productenlijn namelijk op. Die hebben toch ook uitleg nodig. Nee, die moet je ook voordoen. Ik begrijp dat. Ik stel voor, ik ga naar een restaurant. En ik bestel wat. En die jongen die loopt daar rond, weet je. De ober. Wat kun je me hierover vertellen? Ja. Die kan daar een beetje wat over vertellen. Maar die kan dat niet vertellen over hoe die het bereid heeft. Nee. Met de passie. Snap je? Waarmee de kok het doet. Ja. Dus als de kok het aan tafel uitlegt. Ja, dan heb je mij al, dat is al wat beter. Dus dat voel ik wel. Dat is, en precies, maar zoals jij nou al aanvoelt, dat je met mij in dat gesprek zit over de producten, zo gaat het ook bij de klanten. Er komen klanten terecht bij mij, die bellen mij op. Die vragen, nou, we hebben van je gehoord, we hebben die en die producten gezien, kun je ons dat laten proberen, proeven of wat dan ook. Nou, dan ga je daar naartoe. Het maakt niet uit waar het is, want ik zit natuurlijk al vanaf Maastricht tot aan net onder Roermond. Met waar ik lever. Dus je hebt heel wat af te rijden voor je klanten bij elkaar te krijgen. Parkstad. Nou, Parkstad gemeente, daar zitten natuurlijk mijn meeste klanten. Ja. Dat is gewoon zo. Maar ook daarvoor geldt, nou, dan bellen je klanten je op. Je maakt daar een afspraak mee. Je neemt een bepaalde producten mee waar je van denkt dat ze wat mee kunnen. Ja. Je laat ze dat dan ook proeven, zien als het ware. Je houdt je verkooppraatje erbij in zoverre dat je uitlegt over wat in het product zit, hoe het gemaakt is. En waarvoor ze het zouden kunnen wegdoen. Dat is eigenlijk het gesprek. Nou, dan doe je ze een voorstel van dat en dat die producten. En meestal komt er een vervolgafspraak uit. En dan kiezen ze hun product wat ze zouden willen gaan proberen. En daarna komt pas eigenlijk het telefoontje dat ze gaan bestellen. Dus die eerste paar keer dat je komt bij die mensen, geef je je producten bij wijze van spreken weg. Je verdient er nog niks op. Die moet je maar terug gaan verdienen in de toekomst.
Want dat is ook wat ik naar mijn klanten altijd zeg. Ik doe hier geen zaken om van vandaag op morgen een leuke klapper te maken. Ik doe zaken met mensen om over 10 jaar nog met elkaar te kunnen lachen. En te kunnen zeggen, we hebben het leuk gedaan die laatste 10 jaar. Precies, een eigenlijk long-term relationship. Lange termijn, ja, Renaat. Ja, ja. Ja, en dat is ook veel, veel productiever en dat levert veel meer op. Dat geeft een veel fijner, fijner gevoel. Kijk, kijk naar het neuken. Ja, one night stand is even leuk, maar als je... Jongens, poppen kun je overal. Altijd en overal. Maar wat je er aan over kunt houden, dat krijg je niet overal. Precies, dus die ene avond kan heel veel goeds, maar ook heel veel slechts opleveren. Ja. En toch als je op langere termijn bij elkaar bent, een vriendschap, een vertrouwensband met elkaar hebt. Gekke vergelijking, maar is het eigenlijk niet? Zo werkt het ook. Ik bedoel, je bouwt een bepaalde relatie met je klanten op. En uit die relatie komt ook meestal vaak naar voren dat je meer dingen deelt dan alleen wat je op de zaken doen bent. Ja. Je hebt ook een privéleven. Nou, die dingen worden ook meegenomen in het verhaal. En zo heb je ook een klik met mensen. Want de meesten hebben ook gewoon vrouw en kinderen thuis. We hebben ook rekening te houden met de situatie die zich thuis voordoet, maar ook op het werk voordoet. Zodoende kun je ten alle tijde praten over verschillende takken die in het leven zich toch voordoen. En niet alleen maar over het eten, waardoor je eigenlijk die band op kunt bouwen. Ja, en dan is er ook veel meer begrip voor elkaar. Mocht er een keer even iets niet goed gaan, weet je, dan is er ook veel meer geduld voor elkaar. Kijk, het is natuurlijk wel zo, waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dat zal bij mij net zo zijn. Natuurlijk probeer je die fouten zo klein mogelijk te houden, liefst te voorkomen. Maar het kan gebeuren. En op het moment dat je dan een fout maakt, dan moet je je verantwoordelijk nemen. En dan moet je ook zeggen tegen de mensen van, die fout ligt bij mij. Ik ga dat product ophalen. En ik zorg dat het juiste product op de juiste manier gemaakt bij die mensen weer terechtkomt. Zodat ze ook zien dat je het kunt herstellen. Dat je niet alleen maar kunt maken en af kunt droppen. Maar ook het idee van op het moment dat het fout gaat, weet die jongen wel waar hij het over heeft en gaat hij dat herstellen. Ja. En die kosten, die leg ik nooit bij de ondernemer neer. Want op het moment dat je die bij de ondernemer neerlegt, dan gaan die ondernemers op een gegeven moment lopen. Want als het een paar keer gebeurt en het kost een paar keer geld, dan zou ik ook zeggen, ja, maar wacht even, ik kan mijn geld ook maar 1 keer uitgeven. Dus dan zou die ondernemer ook besluiten van, ik ga bij een ander kijken of die ook zo'n soort producten heeft. Ja. Moet ik wel zeggen, dat is niet gemakkelijk hier in het zuiden des landes. Omdat bepaalde producten die ik maak, kun je ook alleen bij mij krijgen. Er is gewoon geen ander bedrijf, trouwens bijna in heel Nederland niet, die bepaalde producten die ik heb, maakt. Maar dat is toch mooi, Tom? Dat is toch juist het, dat is het met de handen gemaakt, zelf gemaakt. Dat is ambachtelijk. Ja. Dus jouw bedrijf is ambachtelijk. Dus eigenlijk, dit vind ik zelf leuk. Je hebt snacks, dat is met hart, er zit ook snacks bij. Ambachtelijke. Ja, snacks, zeker. Weet je. Dat is met, ik heb het gezien. Heb je die foto gevonden? Dan ben ik bij Tom op zijn bedrijf. Nee, niet? Ja, heb ik je volgens mij in de... Maakt niet uit. Dan stuur ik ze... stuur ik zo. Maakt niet uit. Als we bij het bedrijfje... Dan kunnen we dadelijk laten zien. Ja, je had een paar foto's waar je gemaakt had. Die kon je laten zien dus. Ja, precies. Dus ik pak ze nu gewoon even erbij. Praat door. Pak Tom zijn site anders even erbij. Dus is een podcast live. Wij doen dat gewoon zo. Pak zijn site erbij en praat ons anders even door je producten heen. Ja, is geen probleem. Ja, ja, dus wat we net hadden, die Facebook site. Ik heb echt... Kijk, voor mij is voorbeeld Facebook bijvoorbeeld, is voor mij een uithangbord. Datzelfde geldt voor mijn website. Mijn website is eigenlijk alleen maar in de lucht om contact te krijgen met mij eigenlijk. Aangezien ik ben niet die handigste op de computer. Met andere woorden, ik heb het ooit laten maken. Het staat op internet. Mijn gegevens staan erop. Producten staan er wel op. En zodoende kunnen de mensen met mij in contact komen en kan ik een vervolgafspraak maken. Dat is eigenlijk mijn idee achter mijn website. Mijn Facebook, gebruik ik eigenlijk om tussendoor wat reclame op Facebook te zetten, zodat je toch ook in de picture komt bij de mensen weer. En dat ze toch ook denken van, die jongen moeten we wat gunnen, daar kopen we weer wat productjes van in de snackbar of in de restaurants. En zodoende blijf je onder de aandacht van de mensen eigenlijk. Dus jij weet ook, we hebben het nou over Facebook, jij hebt er straks bijvoorbeeld een bericht gedeeld. Voor jou is het ook als ondernemer, ik ben een soort van ondernemer, want ik heb een podcast, is het belangrijk dat mensen dingen delen, zodat het bereik groot wordt. Misschien dat je het zelf niet leuk vindt of delen, maar je helpt misschien die persoon
om iets te delen. En ja. Dat heeft te maken vaak met gunnen en zo, weet je. En, dus delen helpt heel erg, ja, toch? Als je toch mond-op-mond reclame en dingen die je kunt zien, ja, dan word je bereikt. Als mensen dan ook gaan kijken, bij wijze van spreken, bij mijn Facebookpagina, dan zullen ze ook zien dat dingen die ik deel voor 99% te maken hebben met mijn klanten. Dus als mijn klanten dingen erop zetten op Facebook, ja, dan deel ik dat. He, je moet elkaar verder helpen. En dat doe je door middel van dingen te delen. Aanbiedingen, leuke uitjes. Het maakt niet uit wat de mensen erop zetten. Dat deel ik ook eigenlijk. Want je moet elkaar steunen. En dat geldt voor mij als klein bedrijf zijnde. Maar dat geldt ook voor al die andere bedrijven die ergens een zaak hebben. En geloof me, het ook nodig hebben om die reclame de lucht in te krijgen. Precies. Dat is gewoon zo. En ik denk altijd maar zo. Hè, als je ergens succesvol in bent en mensen hebben daar aan meegeholpen door maar iets heel kleins door te delen. Nou, dan ik ben zo iemand, ik vergeet dat niet. Weet je, dus nee, ik ook niet. Met mijn mensen en voor mijn mensen dan, weet je. Ik ben zelfs zo, dat zeg ik ook altijd tegen mijn klanten, maar ook tegen mijn leveranciers. Ik ben altijd heel erg trouw aan de mensen. Dat wil zeggen, ik probeer eruit te komen met een fatsoenlijk verhaal. Een fatsoenlijke prijs, zodat je op de lange termijn kunt denken. En trouw blijven aan mensen, dat heeft er vooral te maken is van op het moment dat bijvoorbeeld een klant, nou ja, een probleem heeft, op wat voor manier dan ook, dan probeer je zo iemand te ondersteunen. Nou, dat heb ik bijvoorbeeld ook al gedaan bij verschillende mensen. Ik kan er wel een voorbeeld van noemen. Er is een restaurant een paar jaar geleden afgebrand in Valkenburg aan de Geul. Dat is een klant van mij. Nou ja, dan zit je er echt met de handen in je haar, want je zaak is afgebrand. Nou, aangezien dat een restaurant was, heb ik ter plekke meteen dezelfde dag sowieso niet alleen opgeruimd met de mensen. Want ik bedoel, ook dat kun je gewoon doen. Je handjes vuil maken en meewerken. Ja. Daarnaast heb ik ook mijn bedrijf ter beschikking gesteld. In zoverre dat ze dingen die ze wouden maken, wouden opslaan of wouden bewaren, konden ze in mijn zaak doen kosteloos. En waarom doe ik dat op die manier? Nou, die mensen, die zijn mij ook dankbaar. En dat merk ik nu nog. Nu praat je over 3 jaar geleden is dat gebeurd ongeveer. En die mensen die blijven mij dankbaar in zoverre, die gaan niet zomaar bij mij weg. Op het moment dat er een product zal vervallen, omdat de kok besluit dat product van de kaart te doen, dan zullen die eigenaren ervoor zorgen dat ik een ander product er weer bij mag gaan leveren, zodat ze mij toch ook als het ware te vriend houden. Want ja, ze zijn toch wel dankbaar geweest in de situatie dat iemand in een probleem zat en er iemand kwam zonder enige centen ervoor te vragen om ze daaruit te helpen. En dat wordt gewaardeerd. Dat heb ik ook met andere klanten al gedaan die bijvoorbeeld personeeltekort hadden en een avondje mee moesten draaien. Nou, dan ga ik daar naartoe en dan help ik die mensen die avond mee. Dat wordt dan ook gewaardeerd. En dat blijkt ook altijd uit het feit dat ze je meer beschouwen als, bij wijze van spreken, vriend. Misschien een groot woord, maar zo zeg ik het dan maar. Meer als vriend dan als die leverancier die hier komt uithelpen. Ze zien je ook echt als jongen van de straat die meewerkt daar waar het nodig is. En niet alleen maar van de beurs openhouden, ik wil vangen, doe maar mijn beurs vullen. Zo werkt het niet altijd. Ja. Op de lange termijn zul je toch je handjes moeten laten wapperen om op de lange termijn daar nog wat uit te kunnen halen. Ja, zo moet je ook. Mensen zijn... Ik vind het mooi dat je zegt van jongen van de straat, kunnen we dadelijk gelijk die brug maken. Wij zijn allemaal hier. Ja. Op de Molenberg een beetje jongetjes van de straat. Maar wat ik mooi vind van jou is het helpen. En dan 1, het komt gewoon vanuit jezelf. 2, het voordeel is, je houdt die mensen, dan ook de vriend, die blijven aan jou denken wanneer jij het misschien een keer moeilijk hebben. Ja. En wat mij heel erg opvalt in deze maatschappij tegenwoordig, want tegenwoordig, ik ga weg bij Defensie, ik zit al een tijdje thuis, dus ik maak echt deel uit van deze maatschappij en niet meer van de Defensiemaatschappij. Wat ik heel erg om mij heen merk, is dat mensen heel erg gericht en gefocust zijn op het nu, het snelle geld. En niet nadenken van, ja, maar wat nou als ik even snel het geld heb gemaakt, wat moet ik daarna? Geen 2, 3, 4 stappen vooruit denken. Dat lange, wat je zelf er straks zegt, in het lange termijn vriendschappen creëren. Bouwen, weet je. Vertrouwen creëren. Dat, en ik denk dat dat in Limburg met name wel nog kan leven en bestaan. Maar ik merk toch al heel erg om me heen, misschien uit jouw ervaring. Nou, ik zal het zo gaan zeggen, ervaring kan ik je nu wel mededelen. Ik mis wat jij nu vertelt, hoe jij jouw bedrijf runt. Dat mis ik een beetje om me heen, wat ik klopt. Nu in het bedrijf... Maar het klopt ook zo. De maatschappij is zo gemaakt dat het alleen maar nog draait bijna om geld te verdienen. Terwijl zo is de wereld... De mensen zijn niet op de wereld gekomen.
We zijn er eigenlijk voor om elkaar te helpen, in wat voor vorm dan ook. En op het moment dat jij een bedrijf hebt, zoals ik dat heb, zal ik zeker geld moeten verdienen. Maar geld is niet het belangrijkste in het leven, jongens. Maar dat is denk ik wat jij hebt geleerd uit jouw straatleven. Want jij bent vroeger ook wel eens... Ja, kijk. Mag je zelf nou, over... kijk, het is heel simpel. Ik weet natuurlijk wat ik je Ik had bedoelt. Het aangekocht als van crook naar cook. Ja, en daar hoef het niet te lang over te hebben, nee, maar ik vind het succesverhaal mooi. En ik weet zeker dat je bedrijf nu runt. Nou, van crook tot cook is eigenlijk zo gezegd. Dat hebben we samen over gehad. Ik had er ook geen problemen mee. En waarom niet namelijk? Kijk, de mensen die dit zien, de meerderheid zal mij persoonlijk ook kennen. En weten dat ik een bepaalde fase in mijn leven in een verkeerd milieu heb rondgehangen. Daarin mijn geld verdiend heb. En dat ik er niks aan over heb gehouden. Met andere woorden, dat brengt het dus ook niet. Want hoeveel geld je ook verdient, je wordt er niet gelukkiger van. Dat zeg ik je. Nee, dat is dat korte termijn, versnelde geld. Maar wat heeft het je opgeleverd? Helemaal niks. Niets. Niks. Alleen maar, uiteindelijk bij wijze van spreken alleen maar meer problemen dan dat het me geluk bracht. Ja, en dat vind ik belangrijk, Tom. Sorry dat ik even inbreek voor de jongere kijkers en luisteraars die naar deze podcast... kijken, luisteren. Want die zijn hier op de Molenberg. Ik weet dat jongens, jonge jochies, die voor het snelle geld willen gaan soms, die kijken ook wel eens. Doe het niet, want denk nou eens een keer na op de lange termijn. Kijk, weet je? Jongens die vooral in die leeftijd waar je hier over hebt, over Molenbergs, maar ook andere wijken. Kijk, tussen de 20 en 30, dan ga je jezelf exploren en dan ga je bekijken wat je met je leven wil. En op het moment dat jij in de verkeerde business zit, en lekker makkelijk geld kan verdienen. Probeer even in de mic te praten, sorry toch. Makkelijk geld kan verdienen, dan is het iets van de korte termijn. Want niet alleen, je moet achter je rug omkijken voor andere mensen die ook in dat milieu zitten. Maar ook de politie natuurlijk. Hè, die hou je ook in de gaten. Ja. En die zeggen ook op een gegeven moment van, maar dat kan niet. En op het moment dat je daarmee te maken krijgt, heb je een groter probleem dan dat je je kunt voorstellen. En waarom? Het is niet dat moment dat je mee moet, bij wijze van spreken. Maar de jaren daarna heb je een naam. Dan heb je heel veel jaren nodig om dat fatsoenlijk recht te trekken. En te bewijzen aan die andere burgers van Nederland dat je toch een normale jongen bent. En dat je van het spoor bent geraakt. En dat je niet helder ziet wat dat eigenlijk doet met jouw leven. Maar ook, en dat vind ik het mooie van jouw verhaal, dat je het ook kan omdraaien. Ja. En dan het ondernemerschap... De goede dingen daarin, jouw inzicht in dat, in business, in een bedrijf. Ja, heeft me wel geholpen. Ja. Juist, dat inzicht, dat heb je op een goede wijze weten in te vullen in een goede business, legaal, leuk bedrijf. En dat, daar kan ik alleen maar zoveel respect voor hebben. Ja, dat is serieus. Dank je. Ja, dat vind ik mooi. Ik heb daar echt respect voor en daar heb ik echt ook voor gevraagd. Ik vind het heel belangrijk. Juist, ik hou van motherfuckers, weet je, waar het gewoon niet gewoon verneukt hebben en daarna, net als mezelf, weet je, en daarna gewoon dat inzien, dat is al moeilijk. Eruit komen, dat wat je zelf zegt, als je een naam hebt gemaakt, die naam heb je snel gemaakt. Heel snel. Maar van die naam afkomen, dat is fucking, dat is bruut. Als ik zie dat mijn kinderen nu al, die wordt 12, de oudste van mij, en die zitten dan bijvoorbeeld ook bij verenigingen, waar mensen mij van kennen, van vroeger. Mm-hmm. En die tegenwoordig gelukkig wel anders naar mij kijken, omdat ze weten dat ik toch al 6 jaar een eigen zaak heb op dit moment. Maar je toch met een scheef oog kunnen aankijken als ze je de eerste keer zien na zoveel jaar. Ja. Omdat ze niet weten, wie ben je dan wel? Wie ben je dan geworden? Hè? Ben je wel die normale vader, man op deze wereld die gewoon probeert zijn best te doen in deze maatschappij en daar een graantje van mee te pikken? Maar niet op het idee van, is het nog dat mannetje in die verkeerde wereld, verkeerde mensen om zich heen? Dat gaat niet lang werken. Dat is iets voor de korte termijn. En dat moet je ook gewoon duidelijk voor jezelf stellen. Want er zijn ook heel veel mensen die zien dat niet, totdat het vaak te laat is. Ja. En als het te laat is, dan zeg ik alleen maar, ik heb het slecht ervaren. Ja, dan ben je er ook heel wat jaren mee bezig. Want als ik je vertel dat ik toen ik 37 was, 10 jaar nadat ik uit dat wereldje was, het afgesloten heb pas eigenlijk. Ja, dat bepaalde zaken nog af heb moeten sluiten. En dat was 10 jaar later. Dan heb ik me er wel vrij goed doorheen kunnen worstelen. Maar... het is niet prettig. Vooral als je bezig bent met een partner. Ja, een kleintje. Dan krijgt ook die partner en dat kleintje kunnen ook een naam krijgen. En dat wil je niet. Dus zodoende is het een hard gevecht om te laten zien aan de wereld. Dat je een normale jongen bent. Dat je een leuk bedrijfje hebt.
En dat je je passie omgezet hebt in een bedrijf. Want zo is het natuurlijk. Ik ben restaurantkok geweest altijd. Een jaar of 20 gedaan. En vanuit daar ben ik eigenlijk terechtgekomen bij dit bedrijf. Dit productiebedrijf. Daar heeft een man mij toen benaderd. Nou, ik hoef geen vragen te stellen bij jou. Heerlijk man, dat gaat gewoon vanzelf door. Prachtig. Echte ondernemer. Ja. Nee, dat is natuurlijk wel... Want mijn volgende vraag is, hoe ben je Mr. Food geworden? Hoe ben je daar terecht gekomen? Heb je het overgenomen? Heb je het zelf? Hoe is dat gegaan? Ja, nou, precies dat verhaal is eigenlijk dat ik... Ik ben gevraagd door die persoon om bij hem te komen werken. Hij had mij gezien. Hij had mijn kunnen gezien, zei hij. En die wou mij graag in de zaak hebben. Nou, leuk en aardig. Met het oog op... over te nemen. Dat was wel meteen het eerste planning ook, dat als ik in de zaak zou komen, zou ik een aantal jaar meewerken en daarna zou ik het waarschijnlijk ook overnemen. Nou, zo is het uiteindelijk achteraf ook gegaan, met haken en ogen. Want ja, ik heb natuurlijk bijna 3 jaar dit gedaan, voor een happenkrat voor die man gewerkt, zodat die man nog wat kon verdienen op zijn oude dag als het ware. En op een gegeven moment heb ik gewoon drastisch moeten maatregelen moeten nemen in zoverre dat ik had gezegd van, die man was 73... Die wou niet meer investeren. Mm-hmm. Die wou geen bepaalde groei laten doorgaan. En toen heb ik moeten zeggen van... Nou, ga jij eruit? Of ik ga eruit. Ik neem mijn personeel mee. Ik neem mijn klanten mee. Mijn apparatuur. En we gaan uit elkaar. Maar ja, op het moment dat ik daar wil weggaan... was dat bedrijf niet meer compleet. En had die man geen bedrijf meer om te runnen. Aangezien de meeste mensen toch wel klant van mij waren. Ja. En zodoende heb ik me dan naar voren kunnen zetten... en zeggen van luister, ik ga je uitkopen... Ik wil de zaak overnemen. Ik wil doorgroeien. Ik wil kijken wat het mij gaat brengen. Het kan altijd fout gaan, maar het kan ook goed gaan. Nou, achteraf gezien, aangezien ik 6 jaar eigenaar ben, is het dus wel goed gegaan tot nu toe. Maar als ondernemer zijnde is het altijd moeilijk. Het is altijd moeilijk. Hoe je er ook over denkt. Wat zijn de zaken waar jij als ondernemer, als we het over moeilijke dingen hebben, waar je tegenaan loopt? Of dingen, ja, laten we eerst maar zeggen waar je tegenaan loopt. En misschien ook waar je geen rekening mee had gehouden toen je het eenmaal zelf overnam. Nou, waar je toen overal tegenaan liep. Zijn dat dingen? Nou, in zoverre zijn het dingen geweest die misschien wel te overzien waren, maar niet meteen op te vangen zijn. Je hebt de ervaring nog niet. En je hebt ook vooral de beurs niet daarna. Want ja, je koopt een bedrijf. Hè, ik heb een bedrijf als het ware overgenomen, dus dat heeft mij een flinke hap centen gekost. En die moet je ook terug gaan verdienen. En nou, dat is nog wel eens moeilijk, want... Je ziet natuurlijk wel dat je een bepaalde omzet genereert. Een bepaalde winst komt eruit. Je kunt je aflossingen doen. Maar het is niet meteen roze geur maneschijn met van... Oh, ondernemer, die heeft een dik salaris. Die kan lekker op zijn lauweren gaan rusten. En die komt er wel. Nee, zo werkt het echt niet. Het is echt dat je mee moet werken. En op alle facetten ook je echt op inzetten. Dat wil zeggen, waar ik vooral achter kwam en wat is moeilijk. Dat zijn bepaalde regels. Wetgeving waar je aan moet houden. Verzekeringen die je af moet sluiten. Dat zijn toch allemaal dingen die je niet weet als normale jongen. En als ondernemer kom je daar toch wel achter. En zo zie je dat alles, maar jammer genoeg alles, geld kost. Alles. En dat is wel eens moeilijk, omdat je... Ja, je investeert je tijd. Onvoorziene kosten, zoals inderdaad een verzekering en dan moet je daar een verzekering bij. Ja, en de regels worden in zoverre ook nog wel eens jaarlijks veranderd door de staat van ons. En dan moet je daar ook weer op aanpassen. Dat kost dan ook weer geld. En dan praat je toch al gauw etterlijke honderden euro's die je steeds moet investeren om die aanpassing door te voeren. Merk jij dan ook wat dat de regelgeving Europees? Europese regelgeving? Nee, dat nog niet. Want dat hoor je altijd heel veel in het nieuws. Weet je, ja, Europese voeding. Merk jij bijvoorbeeld wat... Nee, dat is denk ik een stomme vraag. Nee, dat is landelijk. Oké, echt landelijk. Dat is wel landelijk. Alleen het is wel zo dat de landelijke regels... Daar lopen wij gelukkig als Nederland wel voorop op. Voldoen in Europa. Oké. Tom, kun je een beetje zachter zetten alsjeblieft? Kun jij, mijn zoontje, mensen zien het niet, maar mijn zoontje die zit lekker op de bank. En, ja, podcast of niet, ik ga hem niet wegsturen. Nee, zeker niet. Lever jij bijvoorbeeld aan bedrijfjes aan ondernemers in België, in Duitsland? Nee, ik heb toevallig wel Nederlandse klanten zitten in België. Ah, kijk, ja. Dat heb ik dan wel. Maar voor de vaderast ben ik niet in zover over de grens bezig. Ik heb wel al mensen gehad die bij mij wat kwamen halen. Dat dan wel. Maar ik heb echt... ik hou me echt op Limburg. Op Zuid-Limburg. Ja. Daar hou ik me op. Want
Op het moment dat je naar het buitenland gaat, komen weer andere belastingtechnische regels kijken. Ja, dat wilde ik natuurlijk. Je bepaalde inkoop kun je ook in Duitsland gaan doen. Er zijn ook weer regeltjes voor allemaal. En om het makkelijk te houden, ben ik gewoon iemand die het echt regionaal houdt. Ik koop mijn groenten, mijn vlees. Regionaal in, ja? Alles. Ja. Alles wat ik in huis heb, koop ik regionaal in. Ik ga een voorbeeld te noemen. Ik heb honing op de zaak. Nou, dat kun je bij de groothandel ook kopen. Nee, ik heb een regionale imker, die komt hier uit Heerlen, die levert mij de honing. Bijvoorbeeld te noemen. Groenten, gesneden, dat koop ik in bij een bedrijf hier in Heerlen. Nou, dat is toevallig Ussiefruit, dat mag best genoemd worden. Want het zijn ook jongens die ook regionaal graag werken. Die ondersteunen jou ook. Ook vooral als je begint met een zaak en je hebt wat speling nodig. Waar zitten die jongens, Tom? Die jongens... een beetje bij in de microfoon. Oh, die zitten eigenlijk om het industrieterrein bij de RD4 in Kerkrade. Ja. Daarnaast zitten die. En dat zijn regionale bedrijven. Die kopen ook gewoon in Limburg bij de groothandels in natuurlijk. De groenten en alles, de veilingen. Ja. Maar die werken wel meer regionaal. Datzelfde geldt voor mijn aardappelboer. Die komt uit Hulsberg. Nou, dan heb ik wel de Hanos. De Hanos, die heb je nodig, want je kunt natuurlijk niet alle producten regionaal kopen. Dus die zul je bij een groothandel moeten halen om te verwerken tot een bestaand product. Dus en zo werk ik dan ook. Juist, het principe is het zoveel mogelijk regionaal, daar waar je niet omheen kunt. Ja, nee, kijk, maar een vleesleverancier, ook heel simpel. Ik heb bijvoorbeeld Slachthuis Kerkrade. Nou, die leveren mij het vlees. Maar ik krijg dus wel rompen vlees. Is dat het slachthuis vlees beneden, recht voordat je de tunnel gaat richting Kerkrade? Waar ze nou het bordje hebben, weet je wat, beleef Kerkrade? Ja. Oké, daar, dat slachthuis. Dat slachthuis. Okay. En waar ik dan bijvoorbeeld heel erg naar kijk, is dat mijn vlees komt, wat mij geleverd wordt, dat komt altijd uit België, Nederland of Duitsland. Dat komt niet uit Azië, Frankrijk, Spanje, maakt niet uit waar vandaan. Nee, dat vlees wat ik krijg, komt alleen maar uit België, Nederland of Duitsland. En dat vlees verwerk jij natuurlijk weer in jouw producten. Ja. En waarom wil je niet, waarom mag het bijvoorbeeld niet uit Engeland komen? Nou is het dan wel anders met de... Nou, dat is een heel ander verhaal. Engeland is toch sowieso een apart verhaal. Raar voorbeeld, laten we... Ja, nou, ik zou Frankrijk. Heel simpel, ja, simpel te zeggen. Rundvlees, noem maar wat, dat hebben wij vrij vetvrij. Daar zitten geen spiertjes doorheen, geen vetten doorheen. Terwijl je in Frankrijk bijvoorbeeld hetzelfde rundvlees koopt met wel vet doorheen. Ja, en in Limburg staan de... Dat wordt in door Franse mensen wordt dat gewaardeerd. Die hebben liever wat grover vlees, noemen wij dat. Ja. Gemarmord vlees heet het eigenlijk. En gemarmord wil gewoon zeggen, een mooi stuk rund, maar er zitten vetlagen doorheen. Mm-hmm. En daar betalen wij bij wijze van spreken een happekrats hier in Nederland voor. Terwijl het in Frankrijk heel veel geld waard is. Ja. En daar zit het verschil in. De mensen, de maatschappijen in elk land hebben toch hun eigen gebruikswaarden en normen. Ja. En waardering voor bepaalde producten. Ja, en regionaal is, je steunt elkaar, de lijnen zijn kort. Als er een probleem is, dan hoeft het niet altijd via mail. Kijk, want jij bent zo een Kerkrade, als het einde, rij je daar even naartoe. Ja. Want het is altijd beter, vind ik, om persoonlijk even met mensen te overleggen. Ja. Dan kun je, je iets wat mis is gegaan of wat juist heel goed gaat, dan kun je dat beter overleggen met elkaar. Klopt. Als er weer iemand tussen is, die, wat ik je zei met die kok, die kan niet, dat de ober kan het niet zoals de kok nee. vertellen. Nee. En is het misschien ook, misschien chauvinistisch als een tering. Ja, ik hou gewoon een beetje van Limburg, maar ik ook hier ook. Staan de koeien ook nog op de wei. Ja. Nou moet ik zeggen, daarnaast, dat is niet echt te controleren natuurlijk meer. Nee. Want, moet ik dat netjes zeggen, ze kunnen ons natuurlijk veel wijs maken. En als daar 5 koeien in de wei lopen, of voor mij wel 50, kan het ook zijn dat die net zo goed naar het buitenland toe gaan. Want dat weet je niet van tevoren. Nee. Dus dat verhaal is daarentegen niet te controleren bijna. Ja. Het is echt dat je dit is goede weet wat je op papier staat, dat zo is. Ja. Dus op het moment dat ze mij zeggen, dat komt uit België, is daar gemest, noemen ze dat, geslacht en verwerkt, dan komt dat ook daar vandaan. En dan is niet dat daar ander vlees doorheen komt. Want dat is wel te controleren. En daar hebben we een NVWA voor. En die kan ik dan erop zetten. Op het moment dat ik geen vertrouwen NVWA, heb... Wat is de NVWA? Waar is de NVWA, dat is eigenlijk de warekeuring. Zoals wij de warekeuring als jij als inkoper en jij verwerkt het en je maakt het en je levert het. Als jij iets niet vertrouwt, kun je die inschakelen. Ja, ik kan bij wijze van spreken daarop en je hebt daar ook voor, omdat je ook nog kok... Ja, niet alleen dat, maar
je krijgt het elke week in je handen. En op het moment dat daar iets anders mee is dan je normaal krijgt, dan kun je daar wel even op inhaken. En dan ben je dom als je dat niet doet. Ja, je kunt je leverancier bellen en zeggen, wat is er aan de hand? Hoe zit dat? Ja. En op het moment dat je dat ook nog niet vertrouwt, zou je de NVWA kunnen inschakelen door te zeggen van, luister, ik heb dat en dat gekregen. Deze etiketering zat erbij, maar ik heb hier twijfels over. En dan kunnen hun verder gaan. Want dat kun je zelf niet. Ja, want je kunt niet naar het buitenland gaan bellen, naar een vreemde leverancier die hier het vlees komt brengen. Want die zeggen tegen jou ook van, ja, maar ik heb niks met jou van doen. Dus je zult dat moeten neerleggen bij een andere partij. En zodoende hebben wij ook gewoon de warenkeuring, die we ten alle tijden ook kunnen gebruiken. De warenkeuring is niet alleen voor ons te controleren en voor ons maar een poot aan te draaien. Nee, de warenkeuring is er ook voor. Laat je ondersteunen door zoiets. Ja. Ja, en om te ondersteunen zal ik je wel zeggen, dat is ook heel leuk om te vertellen namelijk. Ik heb sinds 3 jaar werk ik samen met een bedrijf. Dat is de Houwersgroep heet dat. Dat is een soort warenkeuring. Die kun je als bedrijf zijnde zelf inschakelen. En die ondersteunen jou. Dat wil zeggen, die doen jou uitleggen wat de regeltjes zijn waar je aan moet voldoen. Mm. Wat het HACCP verhaal inhoudt. Dat wil zeggen het HACCP verhaal. Dat heeft iedereen ook nodig. Hoe je moet werken met je eten. Daar zijn richtlijnen voor. Okay. Er zijn manieren gemaakt om dat te verwerken. En dan zul je aan moeten houden. Maar zo'n bedrijf, als de Houwersgroep in dit geval, die ondersteunen mij door mij dat uit te leggen. Door mij dat voor te doen. Door bij mij op de zaak te komen kijken van hoe doen ze het dan verwerken? Houden ze zich aan de regels? En daarnaast doe ik al sinds 3 jaar mijn producten laboratorium laten testen. Weet je wat ik merk aan jou en vertellen als je hoe jij praat over de Houwersgroep? Ik vind dat mooi, daarom wil ik dat even benoemen. Jij ziet ze helemaal niet als een controlemiddel. Ze zijn het, maar voor jou, hoe jij het mij uitlegt, zie je het als is heel erg welkom en als hulp. Ja. Omdat je het gewoon goed wil doen. Ik kan me voorstellen als iemand een kutbedrijf runt en lausje zaken heeft, dan is hij helemaal niet blij met die... Kijk, dat is namelijk zo. Je bent in Nederland verplicht om een HACCP-keuring te laten doen elk jaar. Dus je hebt elk jaar een nieuwe verklaring omtrent HACCP nodig. Of je voldoet aan de richtlijnen die de NVWA jou voorstelt, waar je aan moet houden. En zo'n houwersgroep, die weten net wat meer dan jij zelf. Kijk, ik krijg ook een berichtje van de mail van de NVWA. Nou, dit zijn de nieuwe regels. Lees het maar na en voer er maar uit. Maar je weet niet hoe je dat moet uitvoeren. Nee, precies. Je weet niet hoe je dat een invulling moet geven. Daar heb ik die houwersgroep voor. Die kunnen wij daar in een normale taal, zoals wij met elkaar ook spreken. Je hebt een Janneke taal. Precies. Juist. Kunnen die mij het uitleggen. En kunnen wij die ook adviseren om iets anders te gaan doen. Ja. En dat gebeurt ook. Want ik moet zeggen, ik heb ook mijn werkwijze in die laatste jaren soms aangepast aan de wens van de wetgeving eigenlijk. Hoe zou ze het willen? Hè? Want je moet natuurlijk, het is wel heel leuk dat ik kan koken en dat ik een product kan maken. Maar ik moet dat product omschrijven. Dat moet voldoen aan de wettelijke normen en waarden. Mm-hmm. Dat wil zeggen, daar horen ook heel veel extra informatie bij. Voor die mensen die het gaan verder verkopen. Die hoor ik al aan te leveren. Mm-hmm. Ja, een voorbeeld te noemen, dat zijn ook allergenen. We hebben er allemaal wel eens van gehoord. Allergenen, dat zijn waar mensen last van hebben of waar mensen een allergie van kunnen krijgen. Ja. En die moet ik ook allemaal vermelden. Die moet ik vermelden, die moet ik omschrijven en die moet ik ook aantonen dat het niet erin zit of wel erin zit. Maar is het dan zo dat je voor die allergenen, dat jij... Kun je daar wel weer, is daar wel weer een hulpinstantie voor? Een site of een dingen waar je dat in wegkomt? Ja. In, dat lijkt mij meer iets... Dat lijkt net of daar ondernemerschap en zorg in elkaar gaan. Ja, je wil... Dat lijkt me lastig. Dat is wat ik begin aan het verhaal gezegd heb al. Dat het bedrijf runnen zoals ik dat doe, toch wel meer bij komt kijken dan alleen maar even koken. Het is morgens opstaan. We gaan het product verwerken tot een bestaand product en we gaan het verkopen. Nee, dan moet ik ook nog een goede etiketering bij hebben. Dan moet ik een goede verpakking bij hebben. Ik moet een goede oplossing hebben voor het moment dat er wat fout gaat. Dan moet ik aan kunnen tonen dat ik dat probleem kan oplossen. Op papier. Ja, het is, ja, moet je nagaan. En die Tom. Dingen heb ik allemaal in die laatste jaren uitgewerkt tot een concept eigenlijk. Ja. Op het moment dat er iets gebeurt, dit gebeurt ermee,
Dan heb ik hier het schrijven liggen. Zo moeten wij nu handelen. En zo moeten wij. Nee, maar ik begrijp het. Stel je voor, je werkt in een laboratorium en je moet koffie maken. Dan daar heb je allemaal andere dingen, voor de precursors voor nodig om uiteindelijk tot koffie te komen. Nou, dan moet je dat gaan malen. Weet je, dan moet je ergens dingetjes uit gaan extraheren of noem maar wat. Dus je bent eigenlijk met verschillende dingen aan het maken om tot één product te komen. Oké, nu heb ik het product. Voldoet dit product aan de eisen van wat gesteld wordt in wettelijk? Ja. Dan moet ik daar inderdaad, wat je zei, van, nou, dan als die wetten, dan moet ik daar een etiket voor regelen, dat daar opkomt. Ja. En dan moet allemaal verwijzen naar, en dan moeten dus ook die allergenen op. Allemaal. Kom nog wel bekijken, man. Ja, nee, zeker, want dat is ook wat ik heel vaak meemaak met mensen om me heen. Van, oh, ja, leuk hè, een beetje koken en je producten wegbrengen. Je bent klaar. Voor de duidelijkheid. Heb je die foto's al gevonden? Die heb ik je gestuurd. Laat die even zien. Nee, maar dan kunnen ze zien dat het niet eventjes verteld wordt. Zeker. En daarin blijkt dan ook weer dat ik gewoon... Kijk, mensen zeggen heel vaak tegen mij, en dat is ook grappig om te horen natuurlijk, zeggen ze van, je bent wel vroeg thuis. Dus dat begin ik. We beginnen om 6:00. Duidelijkheid, mensen. We beginnen om 6:00. Ochtends, in de ochtend. In de ochtend. Daarnaast zijn wij vaak rond 2:00 op de zaak klaar. Dus mijn personeel is met mij om 2:00 klaar. Als het langer is, is het vaak 3:00. Daar zijn jullie bezig. Maar dan houdt het ook eigenlijk op. Ja. En ik zal heel even inhaken op de foto. Ja. De foto is toevallig een nieuw product. Daar zijn wij een aantal weken geleden mee begonnen. Dit is de Baguzzi. De Baguzzi is gewoon een snack. Die gaat naar de cafetaria's toe. De Baguzzi is een snack die bevat bami, goulash. En die heb ik een beetje spicy gemaakt. Ja. Je moet vaak dingen ontwikkelen, proberen om te kijken of de mensen daarvoor op in kunnen gaan. Of ze dat willen gaan kopen. Ik heb hem gegeten. Het is fucking lekker. Ja, Baguzzi. Nee, het is natuurlijk ook zo dat ik, dat is mijn pluspunt. En daar ben ik ook zelf heel erg trots op. Dat ik al mijn producten die ik maak, allemaal ambachtelijk maak. Ik heb geen machines op de zaak. Nee. Ik heb geen afvulapparatuur. Ik heb geen lopende banden staan. Het wordt allemaal met deze handjes gemaakt. Zullen we eens wat producten van jou bekijken? Dat kunnen we doen, ja. Kunnen we even naar jou... ik heb het gezien, ja. Klein. En ja. Ja, hier zit je dus op mijn website. Dit is de website, Mijn website is natuurlijk een oudere versie. Ik moet hem laten updaten. Maar in zoverre, hier ben ik natuurlijk met mijn trotse vrouw erop. Ja. Zodat we ook wat trots zijn op dat we de zaak hebben, moet ik zeggen. En zo zie je eigenlijk producten die ik kan en klaar leveren. Want dat is wel een heel erg gegeven. Al mijn producten zijn eigenlijk kan en klaar. Die horen opgewarmd te worden. Of in de oven, of in de frituur, of waar dan ook in. En kunnen verkocht worden zonder enige toevoeging aan de klanten. Ja. En daar zit de winst in voor de ondernemer. Want die heeft geen kok nodig extra om nog eens dat product af te maken. Die hoeft dat product maar op te warmen. Mooi af te bakken. Op een mooi bord te serveren en naar de gasten toe te gaan. Zit er dan verschillend, Tom, bij sommige producten van dit moet binnen een week opgewarmd worden, dit moet binnen een week daar naartoe, dit product kan langer in de koeling staan, daar zit zeker wel verschil in. Ga eens naar zijn Facebook. Dat is namelijk ook wat ik dan wel heb. Bij de foto's. Grotendeels, kijk, alle snacks die wij maken, die gaan natuurlijk naar de vriezer in. En vanuit de vriezer heb ik eigenlijk een half jaar de tijd om dat product aan de man te brengen. Nou is het ook geen half jaar, het zijn eigenlijk 4 maanden. Hier zie ik wat snacks voorbij komen. Ja. Oh, hier zie ik een mooie... Dit is een hele leuke. Dit is trouwens, daar staat er ook bij, de Synergie. De Synergie, jongen. De twee beste, twee goede werelden. Dat is Synergie, hè? Ja, dit is eigenlijk een goed voorbeeld om... een aantal jaar geleden heb ik geprobeerd om bepaalde e-stoffen... Daar is ook heel veel op nieuws van geweest. Bepaalde e-stoffen zijn gewoon niet gezond. Zijn gewoon niet bevorderlijk voor een lange levensduur. Dus met andere woorden, probeer je die e-stoffen uit het product te halen. Welke e-stoffen? Haal hem even, je hebt Janneke te halen. Ja, e-stoffen zijn eigenlijk extra toevoegingen die niet natuurlijk zijn. Die niet op natuurlijke basis gemaakt worden. Die veel uit een laboratorium komen. Ah, oké. Okay. Ja, waarom... wat vaak in supermarkten is. Supermarkten. Ja, een voorbeeld te noemen, heel simpel, wat iedereen thuis heeft staan, is Maggi. Of tomatenketchup of zoiets. En dan ga je daarop kijken of dat de ingrediënten zijn. En aan de ingrediënten kun je dan ook zien dat je eigenlijk dat er producten in zitten waar jij niet omheen kan. Dus bepaalde e-stoffen zullen erin blijven zitten. Maar de minder goede e-stoffen, die heb ik na al die jaren er helemaal uit weten te halen.
Klasse, mooi. Hoe heb ik dat eruit weten te halen? Nou, je zag net de synergie van Pierre Heunen staan. Pierre Heunen, dat is een bedrijf. Die maken instant bouillonpoeders. Ja. Dus dat zijn bouillonpoeders, smaakstoffen, foos. Pak maar de lijst even bij. Sorry Tom, ik moet af en toe even... Jong, je gaat... Nee, de foto waar alle snacks op staan, Michel, sorry. Ja, we doen het gewoon live dingen. Nee, is geen probleem. Dat is het mooie. Maar zo zie je dus, en dat bedrijf heb ik dus toen de tijd benaderd. Daar ben ik mee samen gaan werken. Want die heeft bijvoorbeeld al die foos die hij heeft. Bouillonpoeders, de basis voor een bepaalde soepen en sausen te maken. E-stofvrij. Er zitten helemaal geen E-stoffen in. En daar heb ik wel naar gekeken. Er zijn bepaalde producten, daar kun je gewoon niet omheen. Daar zit het altijd in. Maar bij mij is het zo dat ik ervoor zorg dat er zo min mogelijk E-stoffen in zitten. En op het moment dat dat in een product zit, zoals in de Maggi of een tomatenketchup of tomatenpuree, dan kun je er niet omheen. En zul je het ook eerlijk moeten vermelden. En dan moet je ook je klanten duidelijk maken dat het een product is wat in een stof zit die je verwerkt. Nee, maar vaak zit aan het woord snacks, zit natuurlijk het, snacks, ongezond en vet en dingen. Nee, ja. Dat hoeft allemaal niet. Dat is wat jij nu vertelt. Ik heb de E-stoffen eruit weten te halen. Mijn snack hoeft niet per se ongezond te zijn. Dat is prima. Kijk, het is natuurlijk ten alle tijde blijven zo dat gefrituurd eten moet je niet dagelijks gaan doen. Dat zegt men natuurlijk ook. Daar sta ik ook gewoon achter. Ik vind niet dat jij 7 dagen in de week naar de frituur moet gaan om mijn product te gaan eten. Maar op het moment dat je die keer in de frituur komt, waardeer ik het heel erg dat mensen wel een ambachtelijke snack van Mr. Food pakken. Ja. En beseffen dat dat met zorg bereid is. En eigenlijk best een redelijk goed gezonde snack is. Doordat jij geen toevoegingen hebt, geen bepaalde vetten erin hebt. En dat is wel een gegeven waar ik ook mee scherm naar mijn klanten, maar ook naar de mensen die het gaan kopen. Duidelijk aangeven van, dat is nou het verschil tussen mijn product en voorbeeld te noemen, de fabriek in Maastricht de Morgen. Of waar dan ook. Ja. Hè, die werken net anders. Ik heb zeker wat bij me, ja. Ik heb ook wat bij me. Ik zal wat kunnen laten zien. Zet me het snacks! Nou, wat hebben wij aan snacks? Nou, wat die? Kijk, hier heb ik bijvoorbeeld, maar ik ga hem toch openmaken. Zeker, laat het gewoon zien, man. Hier hebben we bijvoorbeeld de Baguzzi. De Baguzzi is dus een snack gemaakt met een lumpiavel eromheen eigenlijk. Zodat je eigenlijk een mooie vulling krijgt van binnen. En die vulling houdt dan in bami met goulash gemengd en een beetje spicy gemaakt. En te kijken wie het dan wel lekker vindt. Want het is natuurlijk niet altijd voor iedereen weggelegd. Ik besef heel goed dat ik niet voor iedereen goed kan koken. Maar je probeert het voor de meerderheid goed, zo goed mogelijk te doen. Ja. Dit is die Baguzzi natuurlijk. Dan heb ik... Kijk, leg ik hier weg. Dan heb ik hier... Die heb ik ook gehad. Is dat die dit is die takenrol. Ja, die takenrol. En die takenrol... Zo hier, we zijn schaamteloos. Doen wij gewoon. Fuck it. Maar ik zal je zeggen, die takenrol van mij bijvoorbeeld, ook die wordt gemaakt in een lumpiavel. Daar komt een, dat zie je ook, dat zie je moeilijk, dat is een spaargekroket die je daar hebt. Die moet ik ook hebben. Pas op, jong. Hey, je zit wel met een vakman hier. Hij zit erop, jongen. Pas op, moment even. Wacht, ik ga toch de flyer mee pakken. Ja, man. Dat is maar, dat is die ik gegeten heb, hè, Tom? Die is het eigenlijk. Ja. Kijk, en, wat je natuurlijk hebt bij zo'n producten, is dat je merkt dat er toch verschil in zit tussen een ambachtelijk product. Kijk, dat is deze, de takelrol. Ja, de takelrol. En die zit er zo uit, als het ware. En wat is daar het verschil aan met een fabrieksproduct? Dit product is van voren naar achter gevuld met vlees. En niet met alleen maar lucht, zoals... De smulrol. Ik ga gewoon de concurrent afkraken, want ik vind het gewoon belachelijk dat ze het durven te doen. Heel gangsters zijn, maar kan gewoon fuck dit shit. Zijn producten waar ik ook achter sta. Ik verkoop geen rotzooi. Tom, ik kan het ook kwaliteit. Kan het ook in de airfryer? Ja, en nou, bepaalde producten die ik heb, die ik hier heb laten zien net, die kunnen in de airfryer. Bepaalde kroketten van mij kunnen in de airfryer. Alleen, daar ben ik ook wel eerlijk in. Misschien te eerlijk. Ik zelf hou er niet zo van. Maar ik heb familie om me heen en die doen het heel graag in de airfryer. En dat blijkt dus ook
ja, super te eten zijn. Het wordt krokant, het wordt knapperig, de vulling is warm. En dat is het belangrijke. Ja. Omdat mensen niet allemaal meer aan friteuze thuis hebben, zijn er gewoon gelukkig producten van mij die ze ook in de airfryer kunnen doen. En dat is wel een gegeven waar ik ook wel blij mee ben. Dus ik ga die, want ik heb nou, wat jij gebruikt ook speciaal olie, hè? Ja. Voor in te bereiden, heb ik gezien. Ja. En toen, dus ik ga ze straks wel even in de airfryer doen. Ja, zeker. Ik bedoel, dat wat hier ligt, dat zal hier blijven liggen. En ik ga ervan uit dat jij nog wel voorlopig een paar dagen kunt eten hiervan. Ik zag ook, je hebt rib, alles. Ja, ik heb nog veel meer. Ik heb, kijk, mijn aspergekroketten vind ik ook heel erg belangrijk om die even aan te halen namelijk. En je ziet aspergekroket, weet je, ja. En waarom zeg ik dan nu aspergekroket? Ja. Is weer het regionale. Ik ben de eerste in Limburg die de Limburgse asperges al verwerkt heeft. Ja, die heb ik afgelopen maandag gekregen. En die zijn meteen verwerkt tot een kroket. Dus ook als het niet in het seizoen is, want de asperge is natuurlijk seizoengebonden, kunnen wij asperge verwerkt krijgen in een kroket? Niet. Nee, dat wel niet. Het moet wel in het seizoen. Ja, dus. Kijk, het seizoen is eigenlijk begint over 2 weken. Het seizoen begint, heel eerlijk gezegd, over 2 weken. Maar aangezien ze dit weer hebben gehad de laatste maanden hier in Nederland, groeien de asperges gewoon door. Die staan onder zeilen, dat is warm genoeg en dat groeit gewoon. En aangezien ik geen super mooie asperges moet hebben, maar wel Limburgse asperges. Ja. Want die snijden wij allemaal in stukjes, want dat wordt verwerkt tot een kroket. Daar kan ik een hele asperges in doen. Dat hoeft ook helemaal niet. En kan ik wel zeggen dat ik meteen de Limburgse asperges verwerkt heb tot kroket. Ik vind mooi. Je wel vertelt echt met passie, jongen. Dit is echt jouw ding, hè? Ja, is ook mijn ding. Ja, is echt. Als ik hier, als ik hier maar heb, ik merk het. Ik voel het gewoon. Ja, maar, dus, maar kijk, ik moet ook zeggen als ondernemer, het zou natuurlijk niet goed zijn als ik hier zat als lulletje Rozenwater. Ik zit hier ook omdat ik het leuk vind. Niet wist waar ik over zou praten. Ja. En niet achter mijn producten stond. Nou, dan stop maar als ondernemer. Dan kan ik een beetje putjes gaan scheppen, want daar heb ik ook geen verstand van. Ja, wat doe jij, is voor jou feedback dan ook belangrijk? Dus bijvoorbeeld mensen kunnen een recensie achterlaten op je site of een ding. Of, nou, voor jou is het meer hands-on, dus jij gaat naar het bedrijf. Ja. Wat de ondernemer waar jij geleverd hebt is geweest. Ik weet niet, misschien moet je nog dingen ophalen. Of nee, daarna, maar, is er daarna contact? Dat is wat ik vraag. Van, hey, hoe is het bevallen? Ja. Heb je nog, wat zeiden de mensen? Dat is weer het gegeven wat we in het begin ook aangaven al. Aangezien ik zelf lever. Dus ik wil zeggen, op woensdag en vrijdag rijdt deze jongen stallen land af om de producten aan de man te gaan leveren. En op het moment dat ik lever, zal ik dan alle tijden vragen, hoe is dat product bevallen? Hoe kun je daarmee werken? Lukt dat allemaal? Is er iets waar je tegenaan loopt, waar je van zegt, van, dat moet beter? Kijk, en zo'n communicatie houdt je bedrijf tenminste in de lucht. Doordat je eigenlijk aandacht geeft, niet alleen aan het product die je levert, maar ook aan de klant. Hoe kun jij hiermee werken? Is er iets waar ik hier aan kan doen? Voorbeeld te noemen, mijn aspergekroketten, die zijn in totaal al 3-4 keer aangepast. Voordat ik tot dit eindresultaat kom. Dat wil zeggen dat ik het eerste jaar heel veel dingen heb moeten weggooien. Omdat ik er niet achter stond, niet vond naar behoren zoals ik het wou hebben. En dus weer moest aanpassen. We zeggen, je oude product, dat gooi je gewoon weg. Dat moet je als ondernemer maar allemaal dragen, die kosten. Ja. Om uiteindelijk een kwalitatief goed product te hebben waar je achter staat en waar je jaren mee vooruit kan. Ja, oké. Aan de hand van feedback dus ook. Help daar allemaal aan mee. Misschien een stom voorbeeld. Ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Kijk, ik heb ook een product. In mijn geval is het een podcast. En ik merk ook, er is heel weinig waaraan ik weet, mensen volgen. En dan vervolgens maar gaan we live. Dan is het voor mij het enige waar ik kan zien of het goed is of kut is. Zijn eigenlijk die stomme duimpjes omhoog of duimpjes omlaag. Ja. Of een comment. Maar serieus, daar moet ik het mee doen. En dan is het... anders mensen spreek ik wel eens op straat. Dan zeggen ze, is goed bezig. Lekker bezig, jongen. Maar dat is ook wat jij nu aangeeft. Hoe jij dat dan over je podcast hebt. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. Want dan komt het probleem weer. Kijk, ik lever niet de particulieren thuis eigenlijk. Ja. Dat wil zeggen dat de ondernemers worden geleverd. En die mogen wel een reactie geven op Facebook bij het product wat ik bijvoorbeeld reclame voor maak. Deel op Facebook. Ja. Daar zetten hun wel een reactie bij. Dat doen ook klanten van die mensen. Maar ook klanten of kennissen van mij zetten daar reacties bij. En dat waardeer ik al. Dus dat het gedeeld wordt, dat er een reactie bij komt te staan. Dat is voldoende.
Want op het moment dat ik zou gaan zeggen, ik wil dat dat meer aan de man gebracht wordt, dan moet ik de mensen gaan teleurstellen, want ik lever geen particulieren. En daar zit een heel groot dilemma voor heel veel mensen. Ja. Want heel veel mensen zouden het wel willen bestellen bij mij, maar op het moment dat je het particulieren geleverd, ben ik sowieso stal en land af het rijden. Voor een happenkratzen. Mm. Bedrijven zijn toch altijd interessanter om een leuke order te plaatsen. Dat wil zeggen dat je niet voor elk tientje hoeft te gaan rijden natuurlijk. Mm. Zo werkt het natuurlijk ook. En ja, zodoende is dat ook voor mij een pluspunt om te zeggen van, als Facebook gedeeld wordt, is voor mij voldoende. Ja. Ja, want de mensen die hier bijvoorbeeld op Molenberg wonen, weten dat ze mijn product kunnen krijgen bij Frituur op Molenberg. Dat is gewoon mogelijk. Dus op het moment dat ze dat zien, denken ze daar ook wel aan, wordt het ook weer verkocht. Maar mensen hebben vaak, ik probeer niet door hoe belangrijk delen kan zijn. Voorbeeld, stel iets wordt niet gedeeld, nou dan is het bij je eigen followers. Ja. Stel voor, een van jouw vrienden die deelt iets van jou, en zijn vriendenlijst, jij weet niet wat erin zit, maar wie weet zit daar een ondernemer in, en die ziet dat voorbij komen en denkt, hé, daar ben ik nou op zoek. Ja. Dat is leuk. En dan is het maar één keer gedeeld. En dan is het toevallig bij iemand terechtgekomen die het ziet. En dat is... wat je niet ziet, is heel moeilijk om je daarin in te leven. Om mee te denken met degene die iets... Kijk, zoals jij nou aangeeft... Die een product maakt. Ja, want zoals jij nou aangeeft... Ik heb klanten bij mij zitten. Die zijn bij mij terechtgekomen doordat ze dit zagen op Facebook. Die hebben dus waarschijnlijk een bekende ondernemer daarover gebeld. Van, hey, die jongen doet zaken met jou. Dat heb ik gezien op Facebook. Wie is dat? Wat doet hij? En wat heeft hij in huis? Zo gaat vaak het balletje rollen. Dan komt die ondernemer uiteindelijk toch bij mij terecht. En kun je je persoonlijke verhaal gaan doen. Waardoor je alles kunt laten zien. En dan kun je stap voor stap probeer ik altijd te groeien met de klanten. Ja, je kan wel zeggen, ik neem meteen 20 producten mee. Ik overstel op ze helemaal. Anders overweldig je ze. Veel te veel. Probeer dus even in de mic, Tom. Ja, dus wat doe je eigenlijk? Gewoon gedeeltelijk meenemen. Kennis maken met producten. Waar je al van weet, die lopen overal. Daar is iedereen tevreden mee. Dat neem je dan vaak mee. En dan ga je dan je klanten, de ondernemer, aftasten in hoeverre ze nog verder willen met je. Ja. Zijn er nog meer producten waar interesse in is? Is er iets nieuws wat jij zou willen? Want zo ben ik ook aan dit product gekomen, de Baguzi. Dat is een idee van een klant van mij. Kijk, ja. Maar die klant van mij, die kunnen dat niet gaan maken. Nee. Dus ik heb toen gezegd, van, nou, dan ga ik dat ontwikkelen. Ik ga dat maken en we gaan kijken hoe we het aan de man kunnen brengen. Maar kijk, feedback, boom. Je krijgt feedback, een idee zelfs. Ja. Hey, en je doet er wat mee. Nou, de klant ziet ook, hey, what the fuck. Ja. Want zo heb ik bijvoorbeeld ook hij staat hier op de kaart, maar dat kun je nou niet zien. De zuurvleeskroket, daar had je net wel een flyer van trouwens. Oh, bij het Facebook, de zuurvleeskroket. Ja, dat denk ik wel. De zuurvleeskroket. Vindt hij wel, vertel maar. En dat is echt een product, dat kun je alleen maar bij mij krijgen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar die liggen bij de groothandel ook. Nee. Sorry, dan word ik weer gepikeerd. Nee, weet je waarom niet? Daar ligt wel een... Dat is het met Tom. Ja, daar ligt wel een stoofvlees kroket. Die liggen er wel, in heel Nederland. Maar dat is niet wat ik zeg. Ik zeg Limburgse zuurvlees kroket. Ja. Dat is wat ik verkoop. Limburgse zuurvlees. Nice. En dat is ook echt belangrijk. En ik moet zeggen, dat zijn producten die worden dus wel gewaardeerd. Niet alleen door de ondernemer, maar ook door de mensen die overal naar de snackbars gaan. Of naar een cafetaria gaan, of naar de lunchrooms gaan. Dat zijn producten wordt gewaardeerd. Daar weten ze van, dat kun je niet anders krijgen. Dat zul je moeten bestellen bij die ondernemer in de snackbar, om het te mogen eten. Want je kunt het niet anders krijgen. Ja, man. En dat zijn wel van die dingen waar ik wel trots op ben ook. Ja. Trots op ben dat mijn producten daar liggen. Als ik kom bij mensen en ik zie mijn product daar uitgestald liggen, met een desbetreffende reclame of niet, want heel veel bedrijven doen geen reclame gebruiken van mij. Die willen eigenlijk dat de mensen ernaar vragen of dat ze het zelf kunnen aanbieden. Mm-hmm. En dan ben ik er wel altijd trots op. Ja. Dat mijn product toch wel in die vitrines ligt. En niet één product. Zoals jullie kunnen zien, zijn er al heel wat meer producten. Ja. Maar je kunt niet alles op een poster gaan zetten. Want dan wordt die poster zo groot. Nou, dan hebben ze een extra raam nodig. En het is ook een beetje less is more. Ja. Dus minder is vaak is meer. Ja. Is beter. Ja. Ja, nee, dat klopt. Je kunt niet, als ik een lijst van 20 producten zie, dan ga ik er geen één onthouden. Maar als ik een lijst van 5-6 producten zie, dan ga ik zeker 1-2 onthouden. En dan ga je dan ook mee proberen van, hey, dat wil ik wel eens proberen. Dat ene product van Mr. Food was uitstekend. Dan wil ik ook eens iets anders proberen. Ja. En door middel van die poster bijvoorbeeld, kunnen mensen dat ophangen en zien van,
Hij heeft toch meer dan alleen wat hier ligt. Dus kijk, zijn er ook bepaalde dingen, ik doe misschien een slecht voorbeeld, hè, maar de McChicken die zal nooit weggaan bij de McDonald's. Heb jij ook een product wordt nou al 6 jaar bij Mr. Food, waar je van weet van, dit is van Mr. Food, die zal nooit uit de productie gaan. Meer producten zelfs. Okay. Kijk, niet alleen dat, ik heb ze nu niet bij, maar ze staan er wel op, is de Bami Ball. Ja. De Bami Ball is een product, dat werd in de jaren 80 heel veel verkocht. Toen waren er nog geen fabrieken die toen waren er geen Bami blokken gemaakt, want die fabrieken bestonden niet. En kijk eens of je hem vindt, Michel. Alleen als je hem vindt, gooi je hem maar erin. Bami Ball, ja. En de Bami Ball, die hebben wij altijd, vanaf nu dus al bijna 9 jaar, in ons assortiment zitten. Ja. Die is ook gemaakt door een persoon die vroeger dit ook verkocht met een fabriek. Die fabriek is opgeheven, overgenomen door anderen. Maar het product is echt van mij. Is van mij afkomstig. Wij maken het met de hand. En dat kun je gewoon nergens krijgen. Er bestaan wel Bami blokken, Bami schijven, Bami rollen, weet ik wat allemaal. Maar dit bestaat niet. Zijn er, wat je zegt, frituren, Molenberg, daar liggen producten. Zijn er welke plekken vinden bij producten van jou? Ja, waar vinden mensen nog producten? Nou, dat is omdat je eigenlijk meer levert aan de ondernemer. Hè? Ja, dus, ja. Nee, dat is natuurlijk zo. Kijk, qua lunchrooms. En restaurants zal ik nooit benoemen wie ik direct lever. Want het is ook wel een eer voor die mensen om die kwaliteit van mij bij hun te mogen verkopen. Ja. Dus op het moment dat ik die bedrijven ga noemen, dan verraad ik eigenlijk het geheim van de ondernemer. Nou, dat vind ik wel mooi, want dat zegt wat over jouw integriteit. Mooi, man. Ja, kijk, daarnaast, mooi. Qua snackbars moet ik zeggen, is het een ander verhaal. Aangezien ik natuurlijk ook heel veel met de snacks doe. Ja. Daar kan ik wel tientallen noemen. Maar voor de mensen die het interessant vinden, ik lever iets ongeveer, bijna 100 snackbars lever ik in de buurt. Bam! Een stuk of 100, dat wil zeggen, in Kerkrade, Hoensbroek, Landgraaf, Brunsum, Sittard, Elslo, Stijn, Vaals, Posterholt, Sint-Joost, echt, noem maar op, ik kom daar. En wat ik ook heel erg doe, dat vind ik ook leuk om te vertellen voor misschien de nieuwe ondernemer die nog interesse heeft in mijn producten naar de hand, zeg ik altijd, ik heb bijvoorbeeld in dorpen, Posterholt, Sint-Joost, Elslo, Stijn, dat zijn toch dorpen. En op het moment dat ik daar één frituur heb die ik mag leveren, zo zeg ik dat ook, mag leveren, want ik ben altijd dankbaar voor die klant die bij me komt, ga ik ook geen andere frituren dan leveren in het dorp. Bellen die mensen mij op en vragen van, hey, ik heb jouw product zien liggen bij die en die in dat dorp, kun je mij leveren? Ik zit ook in dat dorp. Dan zeg ik, nee, sorry, dat doe ik niet. En waarom doe ik dat niet? Ik heb één frituren die dat mijn producten daar verkopen. En ik wil dan ook dat ze exclusiviteit kunnen behouden bij die ene snack. Dat is wat jij zegt. Dat zijn de mensen die hebben mij benaderd. Die namen de moeite om naar mij toe te komen. Ja. En om te vragen naar mijn producten. En op het moment dat ik dan, doordat ik dat daar lever, zien andere mensen in dat dorp dat ook. Mm-hmm. Die gaan dat vertellen naar een andere ondernemer die ook een snackbar heeft. En zodoende komen ze dan bij mij terecht. En kan ik ze alleen maar teleurstellen. Want ik zeg gewoon, het heeft geen nut voor mij om 3 of 5 frituurs in een dorp te hebben. Terwijl als ik er maar 1 dan lever, verkoop ik net zoveel producten. Oké, ja. Dat had een vraag van, oké, dat is uit ervaring. Ja. Vind ik wel mooi, want ik wilde zeggen, ben je dan geen dief van eigen portemonnee? Nee, die vraag is nu beantwoord. Ja. En je hebt nog een vraag beantwoord, want ik snap de exclusiviteit is dus breder. Dit is ook exclusiviteit. Ja. Dus ja. Ja. Het gegarandeerde dat op het moment dat jij leuk met mijn producten omgaat, genoeg aan de man kan brengen, zal ik niet de buurman ook mijn producten gaan brengen. Sta ik niet achter, wil ik ook niet, zou ik ook niet willen bij mij. Ja. Dus waarom iets wat bij mij niet gebeurt, wil ik ook niet bij anderen laten gebeuren. Ja. Dus op het moment dat ik een leuke snackbar heb en die doet het leuk met mijn producten, die probeert wat meerdere producten ook meestal, ja, zal ik niet degene zijn die dat dorp plat gaat rijden om nog meer klanten in dat dorp te vinden. Een stad is anders. Kijk, Heerlen, Hoensbroek, Brunsum, Kerkrade, Landgraaf. Het zijn toch allemaal grotere plaatsen. Er liggen heel veel snackbars. Kijk, op het moment dat ik daar tegen een klant zou zeggen, ik kom bij jou niet leveren, maar allebei de buren hebben het wel, dan vind ik dat ook wel lullig. En dan doe ik dat niet. Dus ik lever daarin iedereen. Nee, maar dat snap ik wel. En het is ook wel bijzonder om in een dorp waar je zegt, er is misschien maar 1, 2, er zijn maar 1, 2 of 3 frituurs om snackbars om ja.
om het dan bij die ene te doen. Dus ja. Dat begrijp ik. Dus ja. Je legt het, ik begrijp het eigenlijk ook in de stad. Ja, dat, dan wordt het wel een ander verhaal. Ja. Snap je? Ja. Net als er liggen ook misschien 4, 5 McDonald's in Amsterdam of in Arnhem. Ja. Dus ja dat, ja, dat is anders. Maar je vindt bijvoorbeeld geen McDonald's in Posterholt. Of zo. Nee. Snap je? Nee, en dat is wat dus ik snap het wel. Ja, top. Dat is eigenlijk ook wat ik als motivatie voor mezelf heb. Om te zeggen van, ik durf ook nee te verkopen. En ook nee verkopen is wat waard. Want het wordt heel erg gewaardeerd door jouw klanten die jouw product wel kunnen verkopen. En dat is ook voor mij heel belangrijk. Ja, dat vind ik mooi. De tevredenheid in de mens, maar ook naar mijzelf toe. En daar moet een beetje een wisselwerking in zitten. Ja. Dat je allebei tevreden bent. Ja. En ik zal je zeggen, quid pro quo. Want je zegt net namelijk, als ik je vertel dat er sommige dorpen zijn, waar gewoon 5 frituurers liggen. In 1 dorp met misschien 15.000 mensen die er wonen. En liggen er dan 5, 6 snackbars. Ja. Ik weet niet of het allemaal zo goed is voor alle ondernemers. Ja. Maar dat is natuurlijk de gemeente die dat bepaalt. Mm. Zo was er 2 weken geleden op het nieuws in 1 keer. Een dorp in België heeft 10.000 inwoners. Daar liggen 13 cafetaria's. Nee. 13. Dat zijn dus 800 mensen per cafetaria. Ja. En dan blijkt ook nog dat ze alle 13 wel lopen. Maar het zou voor mij niet interessant zijn om ze alle 13 te leveren. Als ik er 2 heb in zo'n dorp, dan ben ik al tevreden. Maar dan houdt het ook overzichtelijk. Want als je dat dan hoort, dat er dorpen zijn waar gewoon 3 frituurers naast elkaar liggen. Ja. Op één plein. En dat is niet bevorderlijk voor de ondernemer, maar de gemeente doet maar. En zo zie ik dat dan ook, want de gemeente kijkt vaak niet verder dan hun slanges. Ja, wat we hier op de Molenberg hebben. Hè? Ja. Precies wat ik zeg. Maar iedereen gaat naar die. Ja. Ja. Maar begrijp je wat ik bedoel? Ja, kijk, het is wel zo. Daar onderscheid je ook in. Als jij bepaalde kwaliteit doet. Je hebt een goed product wat je goed bakt. Dan zullen je klanten niet zomaar gaan weglopen. Gaan daar fouten gebeuren? Of gaat er producten uit die niet naar het behoren zijn? Ja, dan gaan ze naar een ander kijken. Maar dan zal ik dat ook merken. Als ik dat dan merk. Dan zou ik ook kunnen overzeggen van nou, sorry. Jullie gaan er zo mee om. Dan denk ik er anders over. Dan ontneem ik mijn product bij jullie. Jullie krijgen van mij niks meer geleverd. Ik ga naar een ander toe. Want dat is natuurlijk wel de kracht die je ook zelf hebt. Hè? Ja, omdat je zelf... Ik ben mijn eigen baas. Juist. Ik ben eigen baas. Het zijn mijn producten. Ik bepaal eigenlijk aan wie ik dat aanbied. Aan wie ik dat laat verkopen. Ja. Want zo sta ik ook niet achter elke persoon. Dus nee, ik snap het wel. Want je wil niet natuurlijk dat een of andere snackbar jouw product levert. Wat gewoon wat verkeerde zaken vroeger heeft gedaan bijvoorbeeld. Of wat hygiënisch helemaal niet in de hand is. Ja, vooral dat. Vooral dat. Hygiëne is belangrijk. Ja, dat is bij mij het meest belangrijke. Ja. Op het moment dat ik de zaak inkom. En dat is ook al gebeurd. En ik kom er binnen gelopen. En mijn voeten plakten aan de grond. Toen zei ik tegen de mensen. Succes. Ik heb geen tijd voor jullie. Ik ga verder. De groeten. Die mensen belden me in paniek op van, wat is aan de hand? Je zou een gesprek komen voeren. Nee, sorry, dat gesprek gaat niet door. Ik heb me bedacht en u kunt uw werk gewoon door voortzetten, maar zonder mijn producten. Ja. Dan ben ik weggelopen. Ja, want ik vind wel dat je ook daarin, als je je eigen zaak ziet, waarvoor regels ik me allemaal moet houden, hoe de hygiëne allemaal in orde moet zijn, en je komt dan bij een zaak waar het niet zo is, nou, dan hoef je daar ook niet achter te staan. Dan kun je ook zeggen van, sorry, hier werk ik niet aan mee. Want op het moment dat dadelijk iemand ziek wordt in die frituur. Mm. Misschien niet van mijn producten. Dat geloof ik nog niet eens. Nee. Maar jij wordt wel meegenomen in dat slechte verhaal. En zodoende zal ik daar ook mijn eigen beslissingen nemen. En zeggen van, sorry, maar hier gaan we niet verder mee. Nee, dat snap ik. Stel voor, dat zou ook voor een podcast zo kunnen zijn. Ik hoef ook niet iedereen op de podcast te hebben. Snap je? Wie weet wil iemand bij mij op de podcast waar ik totaal niks mee heeft. Maar die heeft wel heel veel volgers. En daar zou ik wat zieltjes mee kunnen winnen. Ja. Ga ik niet doen. Nee, moet je niet doen. Ga ik echt niet doen. Nee, maar dat is weer het eerste waar we het altijd over gehad hebben de hele tijd. Je moet zelf ook een leuk, fijn gevoel erbij hebben. Ja, is dat op het moment dat jij niet dat gevoel hebt, waarvoor zou je het dan doen? Nee, er is niemand die achter me staat. Ik moet dat doen. Sowieso, het woordje moeten wordt heel moeilijk op Molenberg. Dat kennen we natuurlijk allemaal. Maar als we iets moeten op Molenberg, dan wordt het moeilijk. Hè? Wij praten in willen. Ja, precies. Ja. Als we iets willen, dan kunnen we dat verwezenlijken. Ja. Maar als we iets moeten, nou, dan gaan we eerst eens even flink in vergaderen. En dan komen we over 3 jaar terug. Mis je de Molenberg? Ja, je woont nog dicht bij de Molenberg. In zoverre mis ik de Molenberg. Ik heb natuurlijk mijn bekenden. Die zie ik ook sporadisch. Dat wil zeggen, op het moment dat het een festival is of een gelegenheid is waar je ze tegenkomt,
zal ik de eerste zijn waar ik ook bij ga staan. Dat zijn toch de jongens van Molenberg. Waar je een band mee hebt, waar je fatsoenlijke gesprekken mee kunt voeren, die ook normaal zijn. En daarin toe, ja, ik mis dat niet. Speaking of fucking festivals, zou het niet wat zijn om op Pinkpop met Mr. Food te staan? Nou, ik zou eerlijk zeggen, dat verhaal is al besproken. Ja? Ja, zeker. Ik heb natuurlijk ook maar wel ik denk dat jouw snacks daar echt... overal. Ik denk op meerdere. Is dat duur? Kun je me dat vertellen? Nou, ik zou je zo zeggen, ik heb toevallig... Stel voor, jij wil met een kraampje van een kraampje kar, jij wil met als Mr. Food jouw product op Pinkpop verkopen. Dat mag niet. Want? Want Pinkpop bijvoorbeeld, die werken zo. Die doen, in België hebben die een bedrijf, die huren ze in. En die regelt de gehele horeca op het terrein van Pinkpop. Dat wil zeggen dat geen één andere ondernemer daar zou mogen staan. Exclusiviteit. Alles wat op het Pinkpop terrein staat, is van één bedrijf. Ook al staan daar kleine particuliere bedrijven, kleine ondernemers, die worden dus ingehuurd door dat ene Belgische bedrijf. Vind ik zonde, want ze zullen natuurlijk een ongetwijfeld een goede deal daarmee hebben. Die zullen daar veel geld voor krijgen. Ja. Maar maak bijvoorbeeld ruimte voor kleine ondernemers zoals jij, om daar met een ambachtelijke snack te staan. Nou, het zou wel interessant zijn voor mij als ondernemer natuurlijk. Maar daarentegen moet ik ook zeggen, aangezien ik... zou je er willen staan? Ik ken de facilitair manager. Van Pinkpop. Ja. Daar heb ik voor gewerkt vroeger. Die man die is tegenwoordig directeur, facilitair. Ja. Dat wil zeggen, die gaat dus over de hele horeca. Over alles wat ermee te maken heeft. Drank, eten, alles. Waar hebben we de horeca Nederland, horeca Limburg, horeca... Horeca Pinkpop. Pinkpop, oké, ja. Dus daar is hij de directeur van. Directeur van, oké. En daar, wacht even, Pinkpop heeft meerdere directeuren. Hij is directeur van het facilitaire horeca gebeuren. Ja. Nou, en met die man heb ik ook in gesprek gezeten. En die zegt tegen mij, Tom, ik zou het je graag willen gunnen. Hij zegt, weet je wat... Als je mijn volgende, zo zei hij het dan, om mij duidelijk te maken dat het dus dingen ook niet kunnen. Als je me volgende week 100.000 hamburgers kunt leveren, zegt hij, dan zorg ik dat jij bij Pinkpop kunt leveren. Maar dat kan ik natuurlijk niet. Nee. Ik ben natuurlijk een klein bedrijf, allemaal ambachtelijk, allemaal met de handen gemaakt. Ik kan geen 100.000 hamburgers in een week maken. Daar moet je fabriek voor hebben, daar moet je machines voor hebben. Ja. En zo heeft hij mij eigenlijk duidelijk gemaakt dat het niet mogelijk is voor een kleine ondernemer om daar je product aan de man te kunnen brengen. Moet ik wel zeggen. Maar Rob, want er staan ook kleine Vietnamese kraampjes, kleine Lumpia kraampjes. Die worden allemaal ingehuurd door het Belgische bedrijf. Zonde, want als we dan elkaar gaan steunen in de regio, elkaar helpen, daar hebben we het altijd over, dan zou ik daar ook voor, vind ik jouw bedrijf daar ideaal voor om daar te staan. Voor heel leuk om daarop in te haken wel even. Ja. We hebben Park City Live. Ja, Park City. We hebben Pop on Top. Ja. Nou, we hebben... Toevallig 2 jaar geleden de eerste keer Neverland gehad op Pinkpop terrein. Ja. Dat zijn allemaal kleinere festivals. Ja. En als ik je vertel dat ik op die kleine festivals overal wel wat lever, ben ik al heel tevreden. Het zijn geen massa's. Het gaat niet om weet ik hoeveel duizenden euro's. Maar ik pik mijn graantje wel mee bij die festivals. Maar dat vind ik mooi en dat vind ik belangrijk. Toch, het doet me wel deugd. Weet je, ik vind gewoon dat je omdat alles is tegenwoordig zo groot. We hebben grote winkelcentra's, alles distributiecentrum, alles wordt gecentraliseerd. Ja. En de kleine ondernemer die heeft het moeilijk. Die moet overal naartoe. Maar die kleine ondernemer die werkt echt wel fucking uit de naad, weet je. Vaak wel, En die verdienen het gewoon door op een klein festivaletje te staan. Help elkaar weet je. Ja. Maar het is niet gemakkelijk sowieso om ertussen te komen. Dan moet ik wel zeggen, ik heb natuurlijk, zoals ik net te kennen gaf, gelukkig contact met de eigenaren van deze festivals. Zodoende zou het voor mij makkelijker zijn om er te gaan staan. Maar ik vind het niet interessant om er te gaan staan. En waarom vind ik het niet interessant? Ten eerste plaats moet je een heel groot gedeelte van jouw omzet, van je omzet moet je afdragen. En blijft er eigenlijk datgene over wat ik op dit moment ook verdien bij de cafetaria. Dus waarom zou ik dan die poespas naar mij toe moeten trekken? Alles op poten moeten zetten, van kramen, van ook weer regelgeving waar je aan moet houden op zo'n festival. En ik verdien er hetzelfde aan als ik nu doe. Ja, dus dan heb ik zoiets van, hou je bij de les, bij je eigen les, doe dat waar je sterk in bent. Ja. Op het moment dat ik een graantje mee kan pikken, doordat er een ondernemer wel daar gaat staan en ik kan die leveren, zal ik dat meteen doen.
Yes. Maar op het moment dat ik zelf daar een kraam moet gaan zetten, ja, ik moet uitwerken tot een bepaald festival idee. Mm-hmm. Nou, dan gaan we dat geld kosten. En dat geld kan ik ook gebruiken voor andere dingen waar ik over 2-3 jaar nog wat aan heb. Lange termijn. En het festival is weer hetzelfde. Dat kan het jaar daarna voorbij zijn. Ja, want het is 1 keer per jaar. Ook al bestaat Pop & Top 10 jaar komend jaar. Ook al bestaat Park City Life 10 jaar op dit moment. Ja. Dat kan van de een op het andere moment toch voorbij zijn. Ja. Dus daar kun je wel een graantje mee pikken. Maar je kunt er niet op berusten. Ja. Van, oh, dat kan ik elk jaar gaan doen. En dat elk jaar die omzet komt binnen en daar kunnen we personeel op aannemen. Nee, dat gaat niet. Nee. Want die eigenaren kunnen ook besluiten om andere dingen te gaan doen. Om niet met mij samen te werken. Of om het festival een andere insteek te gaan geven. Ja. Dat zijn wel van die dingen waar je toch mee moet over nadenken. Want weer hetzelfde. Alles kost geld. Alles kost geld. Alles kost geld. En dat is hetgene wat mensen zich heel vaak niet realiseren. Dat door niet alleen dit wat hier ligt gemaakt wordt. Ja. Maar ook de regelgeving eromheen. De reclame eromheen. De wetten waar ik me aan moet voldoen. Kost ook geld. En dat zien ze niet. Dat zie je niet terug in het product. Maar geloof me. Dat is er wel. Als je het product hier neer zou leggen, dan kun je zeggen van inkoop, productie, verwerking, leveren, etiketering, noem maar op. Al deze. Kijk, dan heb je pas een eindprijs. Ja. Maar die eindprijs, die zul je ook weer niet te hoog moeten zetten. Want je kunt niet zeggen van, ik ga op dit product al mijn reclame terugverdienen. Nee, ik ga wel met al die producten mijn reclame terugverdienen. Maar niet van, ik ga op één product iets maken. En dan komen we weer bij speaking of reclame, bij het delen, het elkaar helpen. Ja. Dat is zo belangrijk. Ja. Mensen zien dat niet en dat snap ik, omdat ze hoeven niet over jouw bedrijf na te denken. Snap je? Ja, is zo. Maar iedereen weet wel, oké, als ik dit zou delen zit in mijn tijdlijn, waarom zou ik dat doen? Nou, gewoon omdat je iemand iets gunt. Ja. En je weet niet wat er nadat dit gedeeld is, wat ermee gebeurt. Nee. Snap je? Als ik mijn hengel uitgooi, ik heb iets gemaakt, dat doe ik aan het vishaakje. Nou ja, ik zal toch niks vangen. Ja. Ik weet niet wat er onder water gebeurt. Nee. Maar voor hetzelfde geld heb ik beet. En dan is het misschien niet zo'n karper, maar zo'n karper. Ja. Ja. Maar ik heb die hengel moet wel uitgegooid worden. En dat is ook wat jij nu aangeeft. Dat is ook, ik richt me natuurlijk op dat ondernemers, dat ik daar kan leveren aan. Maar opdrachten die ik door het jaar heen krijg, extra van evenementen, van festivals. Dat neem ik ook mee als extra omzet, maar niet als gegarandeerde omzet. En zodoende is het risico alleen maar van, het is meegenomen wat ik daar kan doen. Maar dit is mijn verdienste. Hier moet ik van leven. En niet van zo'n festival, evenement of bij mensen thuis. Want ook zo'n dingen, ik ben geen cateraar. Ik maak geen buffetten. Maar ik lever wel bedrijven die buffetten voor je kunnen maken. Dus die link om naar mij dat te vragen. En dan stel ik vaak bedrijven voor waar je het kunt bestellen. Dat gaat natuurlijk wel. Ja, top. Het zijn ook van die dingen die je dan extra hebt als bedrijf. Ja. Door je mensen naar bedrijven toe te begeleiden eigenlijk. Ja, hoe lang zijn we aan het podcasten nu? Ik zou het niet weten. We hadden iets meer dan uur. Ja, we hadden afgesproken dat we serieus? Ja, we gingen niet. Maar wat ik wel nog even wil laten zien. Ja, is wat ik zeggen. Ik had nog wat andere dingen bij me dan alleen de snacks. Dus we gaan dit even aan de kant leggen. Dat gaat dadelijk naar mij. Dat gaat dadelijk naar jou. Ga jij maar vast invriezen, want het begint te ontdooien, dat wil ik niet. Mees, geen pizza vandaag, jongen. We hebben ambachtelijke snacks. Leg dit maar allemaal weg. Nee, we zijn nog live, Picky. Dit is mijn favorite, hè. Ja, rip. Nou ja, wat heb ik nog meer natuurlijk. Kijk, wat ik net heb laten zien is allemaal voor de snackbars. En ik ga ook allemaal naar de snackbars toe. Daarentegen. Oh shit. Echte soep. Kijk, en wat we eigenlijk doen, waarvoor ik dit wil laten zien eigenlijk heel even, is eigenlijk op de manier hoe wij werken. Kijk, ik heb bijvoorbeeld goulash hier liggen. Ja? Dat zit dan in een zak. En die goulash, over die lange houdbaarheid te praten, want daar ging het jou namelijk over. Ja. Wat doen wij dan? Wij doen dat pasteuriseren. Pasteuriseren is een product verhitten tot aan 85 graden en een bepaalde tijd in de oven te laten, af te koelen op een hele snelle manier, waardoor een product zonder
conservering zonder toevoeging van eetstoffen lang houdbaar wordt. En in dit geval hanteer ik altijd een 6 weken cyclus. Dat wil zeggen dat ik mijn product, als ik die vorige week heb ik die gepasteuriseerd, die kan ik gewoon 6 weken lang bewaren in de koelzaal. Dat wil zeggen dat mijn klanten dat binnen 4 weken moeten hebben liggen. Want ik vind dat mijn klanten minimaal 2 weken de tijd moeten hebben om een bepaald product te kunnen verkopen. Dus jij moet ook nog goed opletten op jouw productie, dat je niet te veel produceert, dat het echt op vraag... Ja. Dat je niet gaat overproduceren, nee, zeg maar. Ik heb er altijd wel iets liggen ervan. Ja. Maar ik heb altijd ook wel de mogelijkheid om nog meer bij te maken en te pasteuriseren. Want als je alles te groot maakt, ja, dan kun je het uiteindelijk weggooien en het kost je alleen maar geld. Dan moet je dus ook niet aan beginnen. Ja. Dat heb ik dus ook bij de erwtensoep. Die hebben wij altijd in zakken zitten. Ik heb natuurlijk ook emmers van bepaalde producten. Maar dit zijn de producten die kunnen wij, doordat het in een zak zit, kunnen we pasteuriseren en lang houdbaar houden. Ja. En ik kan het zien. Nou, en dan hebben we natuurlijk nog onze gehaktballen. Nou, mijn gehaktballen. Heel simpel, even laten zien. Weet je dat ik... we zouden op... Kijk, die gehaktballen, hè. Maar waarom die gehaktballen? Dat zijn platte gehaktballen. Ja, en dat is geen bal, dat is een precies, gehakt. Een gehaktschijf meer. Maar die worden wel gemaakt op een grill. Niet in een oven, lekker massa. Nee, die worden met persoonlijke aandacht gebakken op een grill. En ook dit product is daardoor gewoon 3 weken houdbaar. Zonder enige toevoeging. Zonder te pasteuriseren. En een laboratoriumuitslagen blijkt zelfs dat ik ze 4 weken mag bewaren. Dus ik doe mezelf indekken door maximaal 3 weken. Juist, je blijft altijd aan de veilige kant. Aan de veilige kant van de onderzoeken die je laat gebeuren. Ja. Precies. Nou, en dan nog iets heel erg lekkers, wat ook heel erg hard met mij altijd loopt. Dat zijn natuurlijk de spaarribs. Ja. Ik heb ze nu zo meegenomen uit de diepvries. Ja. Die gaan eigenlijk vers of bevroren naar klanten toe eigenlijk. Ja. En dat kan gewoon verwerkt worden hoe ze het willen. In de oven, barbecue, maakt niet uit waar. En dat gaat ook zo naar de mensen toe. Dat wou ik even gezien laten hebben. Ja, top. Goed en, dat je... Dit is ook allemaal voor jou. Dus jij kunt voorlopig genoeg eten. Ja. Dat je daar vooruit kunt, de mensen. Kijk, ik hoef niet te hamsteren. Jij hoeft niet te hamsteren. Ja, dat is... niet de bedoeling. Ja, Tom, dankjewel. Kijk, sowieso... we zullen het gaan afwachten. Want ja, het coronavirus, jongens, dat heerst. We weten niet wat... Merk jij dat als ondernemer nu? Nog niet. Nee. In zoverre, ik merk wel dat mijn klanten... al heel veel annuleringen krijgen. Ja. Dus dan gaan opdrachten niet door. Gelukkig heb ik daar nu nog weinig last van. Ja. Dat kan natuurlijk in de komende weken wel veranderen. En daar aan de hand van wat nu gaat gebeuren in Nederland, zal ik ook mijn bedenkingen moeten gaan doen over hoe ik namelijk te werk ga. Want op het moment dat de horeca dicht zou moeten, mag ik dus niet mijn klanten leveren. Aangezien ik alleen maar ondernemers lever, is mijn bedrijf als het ware... Dat staat stil, dat staat dood. Ja. En op het moment dat dat zou gebeuren, heb die beslissing mag je als ondernemer nemen. Dan heb ik ook besloten om op dat moment ten alle tijden de particuliere markt op te gaan. Ja. Zodat de mensen die niet meer naar buiten willen in verband met, oh wee, het corona. We moeten toch maar overal wegblijven. Ja. Nou, dan kom ik die mensen lekker thuis het eten bezorgen. Dat wat ze normaal in het restaurant krijgen. Kunnen ze ja, dat bedoel ik. Kijk, dat is dan misschien wel een voordeel voor jou, dat jij, jij brengt het eten naar de mensen. Dat is een optie bij jou, dat je het zelf brengt. Dus dat is... Ja. Kijk, eten moeten de mensen altijd. Altijd. Dat is ook altijd wat ik gezegd heb. Ik heb altijd een basis. Dus dat wil zeggen, want iedereen moet eten. Ja. En hoe je dat aan de man brengt, dat ligt aan je eigen. En daar ligt ook de kracht van de persoon die dat bedrijf runt, als het ware. Hè, je moet van je eigen kunnen uitgaan. En niet denken van, dat komen ze me wel brengen. Want zo werken die in het leven. Nee, dat is een mooie afsluiter, denk ik. Dat denk ik ook. Bedankt voor je tijd. Bedankt voor alles. Graag gedaan. Ik heb echt weinig hoeven te vragen, de dingen. Maar je was voor mij heel duidelijk. En ik vond het super fijn. Het is hier als... Ik zit dan tegenover jou. We hebben gewoon een gesprek. Maar het is voor mij genieten als ik iemand zo met passie over zijn bedrijf zie vertellen. En dat heb je echt gedaan. Dat was super tof. Dankjewel, man. Top. Jij bedankt. Oh, we moeten voorbeeld geven. Ja. Voorbeeld, ja. Bedankt, bedankt voor deze... Nee, jij bedankt, man. Top. Ik vond het hartstikke leuk om te vertellen over Mr. Food. Ik ook. Cool. Hey, Michel, gooi ons maar eruit. Dankjewel, Tom. Geweldig. Hey. Top. Tot ziens allemaal.